wel, dus je kan hem nog terecht opzoeken. Nee, dat is prima. Een heel oude foto, ja. Wat wil je ook? Ik ben hier bij de historische vereniging. En de historische vereniging is vandaag iets nieuws begonnen. Peter van Golen, ja, dat is de initiatiefnemer daartoe. Sinds de oprichting heeft de historische vereniging verzameld. Boeken verzameld, vooral prenten en ook krantenknipsels. Dat was opgeslagen in het archief in Meidrecht. En sinds een aantal jaren hebben we dus een eigen onderkomen in de boei. De oudheidkamer hebben we dat genoemd. En daar hebben we dus de catalogus van de boeken en de prenten en de foto's gedigitaliseerd. Daar zijn we mee bezig. Zodat wij dus, behalve dat wij op papier een ingang hebben in de verzamelingen, ook een computeringang hebben. Kunnen we op trefwoord dus allerlei onderwerpen die mensen interessant vinden, voor de schrijvers van de Proosdijcourier, maar ook voor mensen die dus hun familiegeschiedenis willen opleuken met geschiedenissen, dorpsgeschiedenissen, die kunnen daar dus heel eenvoudig dus hun verhalen vinden. Geschiedenis dus uit de Ronde Venen, neem ik aan. Geschiedenis uit de Ronde Venen, maar met een royale kring. Want we hebben dus ook materiaal wat langs de randen ontstaan is. En dan hebben we dus globaal houden we dus het geografische vlak aan tussen Amstelveen en Woerden. En tussen, pak een beet, Nieuwveen en Loosdrecht. Wij hebben van daar een aantal stafkaarten van onder andere. Dus wij kunnen ook op geografisch gebied heel duidelijk familiegeschiedenis onderbouwen met waar de mensen ooit woonden. Je hebt nu dat hele documentatiecentrum hier opgezet. Mensen die het willen, ze hoeven niet lid te zijn van de vereniging, veronderstel ik, kunnen hier komen en kunnen het gaan raadplegen. Mensen mogen lid worden. We stellen het zeer op prijs dat zij lid worden. Dat zij op deze wijze dus ook een bijdrage leveren. We zijn vrijwilligers, maar we proberen toch zo alert mogelijk te zijn op geschiedenis. En soms moeten we daar ook boeken voor aanschaffen. En daar heb je dus leden voor nodig om daar dus een bijdrage. Maar we vinden het ook heel belangrijk om algemeen aan de mensen in de Ronde Venen en ook daarbuiten dienstbaar te zijn door deze prachtige verzameling dus te kunnen inzien. Neem nou aan dat er hier iemand komt. Wat kan hij nou heel interessant vinden? Als je dus de catalogus bekijkt, we hebben dus ongeveer 900 boeken die dus hoofdzakelijk dus dan georiënteerd zijn rondom de Ronde Venen. Maar het kan dus zijn als je een woord intikt van Meidrecht, laten we zeggen een bedrijf als Van Spengen, een oud bedrijf, kan je dus op trefwoord zoeken en dan krijg je dus de boeken die dus daar antwoord op geven op het trefwoord. Deze oudheidkamer hier in Vinkeveen, in het dorpshuis, is niet zo groot. Maar toch moet je een heleboel documenten hier ook hebben liggen. Wij kunnen hier goed terecht. Dit is een ruimte die dus voor de oudheidkamer, voor de bibliotheek gebruikt wordt. Maar we hebben dus ook een werkgroep genealogie. Dus we houden hier één keer in de maand ook een bijeenkomst van werkgroep genealogie. We hebben een werkgroep PR, die dus de feiten, de activiteiten van de vereniging naar buiten brengt. We hebben een werkgroep heemkunde, die dus alles wat met het dorp, de verhalen, oral history, dergelijke activiteiten hier herbergen en ook hier bijeenkomen. Dus we zijn echt een ruimte die dus door meerdere werkgroepen gebruikt wordt. Het kan best zijn dat iemand zegt, die dit gezien heeft, laat ik daar nou eens heen gaan. Wanneer kunnen ze terecht voor het documentatiecentrum? Wij hebben in principe afgesproken om dat de laatste maandag van de maand, 's middags en 's avonds te doen. Van 's middags van 2 tot 5 en 's avonds van 7:30 tot 9:30. Ik krijg het idee dat jullie als actieve vereniging trouwens ook heel veel bezoek zullen krijgen. Daar hebben we deze activiteit voor opgestart en dat verwachten we ook. Die mensen die dus stamboomonderzoek doen, die kunnen ook binnen die uren, openingsuren, hier terecht om met elkaar ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen bij het voortgang van het onderzoek.
allerlei informatie via de Historische Vereniging de Proosteilanden hier te vinden. Veel succes nog. Hartelijk dank. Niet alleen actieve club, maar ook gewoon gezellige mensen die erbij actief zijn.